De maki-kikkers van reptielen, zo iguana, hebben last van een jetlag. De reptielenopvang in Vlissingen heeft namelijk een nieuwe afdeling geopend met nachtdieren als kikkers, schildpadden en een bloedpython. En om bezoekers de nachtdieren in actie te laten zien, hebben de medewerkers het dag- en nachtritme van de dieren omgedraaid. De dieren moeten nog wennen, die hebben inderdaad een jetlag. Dat is omdat ze dus echt die omgekeerde dag- en nachtritme hebben. Dat duurt nog een paar dagen voordat ze dat helemaal door hebben. Maar dan komt het ook weer goed. Iguana hoopt dat de dieren zich in het nachtverblijf gaan voortplanten. Zeker deze koppeltjes franjeschildpadden, want die worden met uitsterven bedreigd.